staat op. 80. Alles. Oké. Meneer Okkels. Eerst moeten we in deze auto hebben nog de gordel die we moeten doen. Anders begint hij weer vreselijk te protesteren. Als een keer eerder in de Leaf gereden? Nee, dat heb ik nog niet. Ik heb wel in andere elektrische auto's gereden, maar niet in de Leaf. Welke? In de Lotus Elise en in de Tesla. Ja, en in golfkarretjes en dat soort dingen. Maar dat stelt eigenlijk niet zoveel voor. Nou, dit kunnen we in de drive zetten, links naar achteren. Dan gaan we eventjes hier op het Westerpark gaan we even rondrijden. En hier links eromheen, ja. Weer een geheel eigen rijstijl. Ja. Dit is dus eigenlijk een eerste gewone auto. De gewone auto voor normale mensen. Ja, klopt. Een heerlijk café. Dat is ook leuk met picknick hier altijd. Wat heeft u eigenlijk met elektrische auto? Nou, het meest gave vind ik dat ze geen geluid maken. En ik heb laatst had ik een lezing gaf ik voor alle mensen die kwamen van Autoweek. En 150 mensen. Ik keek ze allemaal aan en ik zeg, jullie houden natuurlijk allemaal enorm van het geweldige geluid van een motor. Neem bijvoorbeeld de mooiste 12-cilinder van een Alfa Romeo of van een Ferrari. Ja, ja. Ik zeg, dus je kan je eigenlijk helemaal niet voorstellen dat volgens mij over 10 jaar al dat als ouderwets wordt gezien. Omdat geluidloos rijden heeft een extra dimensie. Het is gewoon op een of andere manier gewoon chiquer. Het is gewoon, het hoort bij de moderne wereld. Je hebt hier gewoon ook, kun je zien waar je heen gaat. Ze hebben een beetje augmented reality voor de eerste keer nuttig toegepast. Dat is leuk. Ja. En dat vonden ze natuurlijk ook allemaal gewoon enorm voorspelbaar. Nee, maar dat begrijpen ze gewoon niet. Maar dat is heel vaak zo. Ik bedoel, als je kijkt naar modeveranderingen. Die modeveranderingen zijn gewoon, die gaan altijd zo van mensen begrijpen het niet dat op een gegeven moment ineens de rokken toch weer kort worden. Ze dus kan toch helemaal niet. En dan zie je na een half jaar dat is het toch allemaal gebeurd. Ik heb beloofd aan de bewaking dat ik niet harder dan 5 km per uur ga rijden. En dat gaat met Wiebe Okkels gaat dat prima lukken. Ja, gaat helemaal goed. Nou, is innovatie altijd wel een ongelooflijk gedoe. Hè? Het duurt altijd enorm lang voordat dingen massaal gebruikt worden. Elektrisch rijden is al jarenlang een populair onderwerp. Hoe zie je de status daarvan op dit ogenblik? Nou, het gaat wel, maar en het gaat nu denk ik wel hard. Maar er zijn zo ontzettend veel belangen die het niet willen. En natuurlijk alle oliebelangen, alle belangen van de automobielindustrie die heel veel geld heeft geïnvesteerd in de auto's met benzinemotoren, met dieselmotoren. Dat hele, zeg maar, dat hele grote belang van de fossiele brandstofwereld en mobiliteit, ja, die wil niet zomaar veranderen. Ook omdat ze heel veel geld hebben geïnvesteerd in het huidige product en dat moeten ze dan ineens gaan afschrijven. Maar er komt op een gegeven moment komt er een beweging en die kans zal nu vooral vanuit China komen. Die niet meer te stoppen is. En dan gaat het snel. Want dan moeten die bedrijven die nu niet meeschakelen. Ja, die krijgen het straks heel erg moeilijk. En waar zijn we op dit ogenblik? Want als ik kijk in de autorij. Daar was iedereen gewoon ongelooflijk over elektrische auto's. Had iedereen wel een of ander demo exemplaar. Of nog maar weinig shipping. Maar wel heel erg veel plannen. Nou, ik denk dat. Ik weet het moeilijk om schattingen te maken. Maar. Ja, over 10 jaar denk ik dat de meeste auto's elektrisch zijn. En dat is nu bijna onvoorstelbaar, maar ik denk echt dat het zo gaat gebeuren. En dat komt niet alleen door de elektrische auto. Het komt vooral ook door China, door BYD, die dus heel sterk daarop inzet. Je hebt een geweldige auto met 300 kilometer radius en flinke familieauto voor een goede prijs. En die zeggen, dat is hun ook doel. En zij gaan dus de markt overstromen, net zoals vroeger Ford heeft gedaan, met de elektrische auto, met goede accu's, met een affordable prijs. En je moet niet vergeten dat parallel daaraan gaat straks die zonne-energie heel hard lopen. En het is een ideale combinatie om zonnepanelen te hebben met een elektrische auto. Omdat die zonnepanelen, die maken namelijk hun energie op een bepaald moment. En dan kan je dat gewoon opslaan in de accu's van de auto. En die formule, die gaat het winnen. Dat weet je nu al in principe, maar dat gaat dus ook binnenkort in de praktijk gebeuren. Ja. Hoe vind je de ding rijden? Ja, hij rijdt lekker natuurlijk, hè. Ik hoop wel dat hij net zo hard remt. Ja, hij remt ook net zo hard als... Ja, maar als je zo hard remt, dan win je geen energie terug. Nee, dat is dus eigenlijk niet goed. Fout. Maar het is wel leuk. En het is veilig.
Maar inderdaad, ik heb dus zonnecellen op mijn dak. En daar kan ik 5000 kilowattuur mee doen. En dan heb ik 35.000 kilometer kan ik per jaar rijden. Precies. Er zijn maar heel weinig mensen die doorhebben dat dus als je zonnepanelen gebruikt voor het voor de energie voor een elektrische auto, dan heb je relatief helemaal niet zoveel zonnepanelen nodig. Zelfs niet in een land als Nederland. Pakweg, noem maar wat, als je 20 vierkante meter zonnepaneel hebt, heb je voldoende energie voor een normale auto zoals je die rijdt voor een heel jaar heen. Maar twee, het is ook helemaal niet zo duur. Nog sterker, het is veel goedkoper dan de benzine die je koopt. Mensen hebben helemaal niet door hoeveel geld ze wel niet uitgeven aan benzine in termen van kilowattuur. Meer dan een euro per kilowattuur. Een zonnepaneel, als je ze nu koopt, zit je in de buurt van 20 eurocent per kilowattuur. Dat is dus een factor 5 goedkoper dan de benzine. Ja, oké, okay. Dus een liter benzine is ongeveer gelijk aan een is ongeveer 1 euro. Dus 1,7 ongeveer zit er, 1,7 kilowattuur zit erin. En de prijs van zonne-energie is nu momenteel goedkoper dan benzine. Ja, veel goedkoper, factor 5 goedkoper. Okay. Zelfs als je de belasting eraf haalt, dan is het nog steeds goedkoper. De belasting, ja, dat weet ik niet. De belasting is altijd een ingewikkeld verhaal natuurlijk. Maar kijk, een particulier die betaalt in Nederland 20 eurocent voor een kilowattuur. En als je zonnepanelen nu koopt zonder subsidie, dan ben je ongeveer hetzelfde bedrag kwijt. Ja, en een afschrijving van 10 jaar of zo. En daarna is het nog gratis ook. Het is van begin af aan en het wordt nooit duurder. En dat is natuurlijk een van de mooie dingen. Maar we moeten oppassen. We hebben in Nederland een beetje een raar soort houding dat we alles in centjes zetten uit te rekenen en ook vooral in terugverdientijd. Dat doen ze in Duitsland helemaal niet. En dat doen wij eigenlijk ook niet als je praat over een keuken. Want wanneer verdien je een keuken terug? Wanneer verdien je een kaartje, een mooi kaartje naar een rockconcert terug? Het is een heel raar soort gedrag dat we ineens. Eigenlijk zijn we een soort kleine economietjes allemaal aan het worden. En we vergeten helemaal de emotie en we vergeten helemaal de waarde. Ik bedoel, zonnepanelen op je dak maakt je gewoon gelukkiger. Nou, ik bedoel, ga één keer niet op vakantie en heb zonnepanelen op je dak. Dan voel je je gewoon lekkerder. Oké, dat is ook een mooie. De prijzen zijn dus waanzinnig gedaald van die zonne-energie. Toch even dat economische verhaal. Die zijn factor 5 keer zo goedkoop geworden. Wat kunnen we daar in de toekomst nog van verwachten? Blijft dat zo sterk dalen? Ja, ik verwacht van de zonnepanelenwereld eenzelfde soort hoofd als die we hebben gehad met de mobiele telefoon en met internet en computers. 10 jaar, 15 jaar en we hebben meer zonne-energie dan alle centrales met elkaar. Okay. Zelfs in Nederland, want inderdaad, het maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit of je in Portugal zit of in Nederland. De hoeveelheid per vierkante meter is meer dan genoeg om het hier ook voor elkaar te krijgen. Ja, alleen het is punt natuurlijk wel dat die landen die dat een beetje doorhebben en die partijen die dat een beetje doorhebben en inspelen op hetgeen wat over de wereld speelt, die hebben daar straks een voordeel bij. En landen die dus daarin achterlopen, en ik beschouw Nederland als zo'n land, hebben daar straks een nadeel bij. Ja, dus wij zijn een achterloper en een land als China. Dat eigenlijk dat iedereen ziet als een enorme milieuverkwister. Daarvan zeg je, daar moeten we het van verwachten. Ja, dat klopt. Er zijn meerdere redenen voor. Eén reden is dat China heeft een hele langere termijn strategie met betreft de regering. Dus als ze in China nu een kolencentrale bouwen, dan zeggen ze van ja, we vinden dat een noodzakelijk kwaad. Maar we hebben al gepland dat we de dingen over 15 jaar weer ontmantelen en daar hebben we ook geld voor. Dat soort langere termijn denken, dat zie je dus in Nederland helemaal niet. En twee, ze hebben dus die enorme productiecapaciteit. Die ervoor zorgt dat ze gewoon heel goedkoop zonnepanelen kunnen leveren. En ja, daar gaat de hele wereld van genieten. Ja. En dus naast de zonne-energiecellen, zeg maar, hebben we ook gewoon accu's en elektrische auto's. Even over accu's, wat voor ontwikkelingen zijn daarin te verwachten? Nou, wat je nu hebt gezien de laatste jaren is dat de lithium-ion accu is veel veiliger geworden. Dus er is niet meer energie in gaan zitten, maar is vooral veiliger geworden. En je kan nu tegen een redelijk lage prijs al lithium-ion accu's kopen die je gewoon in je auto kan doen of in je boot kan doen. En die zijn veilig, die zijn makkelijk en dat is al prachtig. Wat er aan gaat komen zijn echt nieuwe type accu's. En die zitten ook al in laboratoria. En het zou mij toch niet verbazen als wij ergens tussen de 5 en 10 jaar naar nu accu's hebben die een bijna even grote energiedichtheid hebben als dat de benzine nu heeft. Effectief. Hè? Effectief, daar bedoel ik mee dat een benzine die wordt verbrand in een auto met een relatief lagere efficiëntie. Een elektromotor heeft een veel hogere efficiëntie. Dus als wij, het komt erop neer in de praktijk dat als jij een accu hebt die ergens in de buurt van de 1000 tot 1500 wattuur per kilogram is, dan heb je equivalent evenveel energie in je auto zitten als nu met benzine. Oké, okay, het laden duurt dan nog steeds wel even wat langer waarschijnlijk? Of gaat het laden ook? Ja, maar we moeten daar ook wat slimmer in worden. Kijk, de wereld hoeft er niet precies uit te zien zoals nu. We hoeven niet de benzinepompen te hebben die langs de autosnelweg staan zoals nu. Maar wat we wel moeten hebben zijn stopcontacten.
En dus als jij, een auto staat namelijk bijna altijd stil. En een auto die stilstaat die is, en accu's heeft, dan is het zonde dat die niet aan het elektriciteitsnetwerk zit. Je kan namelijk die auto gebruiken zowel voor energieopslag als ook voor energieteruglevering. Een ziekenhuis kan bijvoorbeeld 100 van zijn personeelsleden hebben met elektrische auto's die allemaal aan het net zitten. Zodat als de elektriciteit uitvalt voor de operatiekamer, dan gewoon de elektriciteit uit die auto's wordt getrokken. Je kan het ook gebruiken als middeling, want over het algemeen is dus overdag zijn die zonnepanelen die geven heel veel energie. Laat stop dat in al die auto's. Die auto die rijdt, die man rijdt met die auto naar huis. En thuis wordt die accu gebruikt om 's avonds naar de televisie te kijken. We moeten dus naar een wereld die ook een beetje anders omgaat. Wat speelser, wat intelligenter omgaat. Ook wat meer gedistribueerd omgaat met het vraagstuk energie. En elektrische auto's zijn daar inderdaad een belangrijk iets in. Ik hoorde van de netwerkbedrijven die denken dat ze geen 25 miljard hoeven te investeren aan de upgrading van hun kabels in de grond. Door het wat meer gedistribueerd te hebben. En dan hoeven ze het smart te maken. Dat kost maar 5 miljard. Dus intelligentie en lokaal en gedistribueerd kan ook gewoon veel goedkoper qua investering. Ik vind het wel heel belangrijk dat je realiseert dat we voorlopig niks nodig hebben. Iemand die nu zonnepanelen op zijn dak zet, die gebruikt gewoon minder elektriciteit. Iemand die een auto oplaadt met zonnepanelen, die hoeft helemaal niet via de elektriciteitsnet te lopen. Dus we moeten het ook niet moeilijker maken dan het is. Het is natuurlijk wel zo dat heel veel partijen zitten altijd natuurlijk met enorme verhalen naar de regering. Om als het ware voor te bereiden dat ze straks heel veel belastinggeld nodig hebben als subsidie. Maar we moeten ook met de benen op de grond blijven staan. Voorlopig rijdt bijna niemand in een elektrische auto in Nederland. En die paar die er rijden, ik zou zeggen tegen de dealer, geef ze gewoon zonnepanelen gratis erbij. En laat het gewoon zelf op. En als je dan te veel hebt, neem een verlengsnoer en geef wat aan je buurman. Ik bedoel, het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te worden. Wat voor je ervaring van deze, zeg maar een auto van 35.000 euro? Ja, het is gewoon een heerlijke auto. En nogmaals, voor mij is dat rijden en het vrij hard optrekken zonder geluid is een extra luxe. Ik herinner me nog dat in de tijd dat ik redelijk jong was, ik toch wel een beetje keek naar Amerikaanse auto's. Die hadden toch wel iets heel moois. En vooral de Lincoln. En die Lincoln die had één eigen...